Ja, je geeft economie, Peter, op het Norbertus College. Maar doet een leraar eigenlijk ook wel aan Valentijnsdag? Ik zelf niet. En waarom niet dan? Want ja, je hoort er toch een beetje bij dan, hè? Als je met de commercie meedoet, zeg maar. Inderdaad, als je met de commercie meedoet. Maar ik vind het hoort niet in één dag te zitten. Nee. En ik denk inderdaad, voor winkels is het een mooie Valentijnsdag. En een hele hoop zullen eraan meedoen. Maar nee, voor mij niet meer. Niet meer? Ah, dus je hebt er wel aan gedaan. Jawel. Vertel, hoe was die ervaring om toch een beetje mee te doen met de massa? In het begin van een relatie doe je dat volgens mij nog wel. Maar op den duur gebeurt dat wel op andere dagen. Maar hoeft dat niet per se op Valentijnsdag te zijn. Nee. Wat is het leukste wat je ooit hebt gedaan met Valentijnsdag? Voor je vriendin of je potentieel of ja, je partner? Dat durf ik zo niet te zeggen. Zo origineel ben ik helemaal niet. Dus, geen idee. Dat zijn leraren economie toch altijd? Origineel. Je moet origineel uit de hoek komen. Saai, stoffig vak. Dus die hebben daar... Nee, geen... Moet gecompenseerd worden. Ja, maar dat is niet mijn Valentijnsdag. Hey, maar ben jij wel eens verrast dan? Ik bedoel, je hebt het zelf misschien niet gedaan, maar misschien dat je zelf ooit wel eens verrast bent geweest met Valentijnsdag. Dat wel, maar... Op welke manier was dat dan? Meer met cadeaus of zo. Niet echt met een speciale... Was je er blij mee? Gaf het je een bepaald gevoel van binnen? Ja, het is altijd leuk om een cadeautje te krijgen. Zeker als van iemand bijzonder is. Ja. Dus ja, dan, dat is wel leuk. Maar verder... Vaak zijn die cadeautjes ook anoniem, hè? Was dat in dat geval ook zo? Nee. Nee. En is het wat geworden uiteindelijk? Ja, dat wel. Nou, dat is mooi, toch? Ja, dat is zeker mooi. Dan is er toch nog iets uit voortgekomen. Dat wel. Dat zeker. Oké, nou weten we een beetje wat leraren economie ervan vinden, hè? Toch? Van Valentijnsdag. Nou, ik wil mij niet direct zien als alle docenten economie. Nee, maar in ieder geval wat jij van de dag zelf vindt. Ja. Weet je ook waar de dag vandaan komt? Even tot slot. Nee. Nou, kijk even naar Stads TV 12 en dan komt beslist het antwoordje tegemoet. Dan gaan we dat doen. Dankjewel.